sta hier bij de straat Madura en vandaag wordt er begonnen met het opknappen van de groenstrook die hier achter ligt. En ik help een middagje mee. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Nou, wat we hier in ieder geval gaan doen is de beplanting in overleg met de bewoners gaan we terugzetten. Zodanig dat de beplanting niet in één keer weghalen, maar dat we dat in fases doen. De eerste fase is dat we aan de voorkant van de grasmat de beplanting laag zetten op een halve meter. En dat we de open vakken waar veel onkruid en belnetels is, dat gaan we met een kraan gaan we dat eruit halen. In de beplanting staan echt heel veel planten die er niet thuis horen. Die worden er nu allemaal uitgehaald, waaronder bramen. Dan moet je kijken wat een dikke takken met de gigantische stekels erin zitten. De middag zit erop, er is ongelooflijk veel gesnoeid, veel beplanting uitgegaan die er niet in hoorden. Hier achter me zie je het resultaat. De komende 2 dagen worden er nog nieuwe stukken aangeplant en dan ziet dit stuk er in ieder geval weer helemaal knap uit.